Hallo iedereen en welkom in deze nieuwe video. Waarin ik eigenlijk totaal geen idee heb wat de boodschap zal zijn of wat de titel van deze boodschap zal zijn. Maar ik voel wel dat er een aantal stukken zijn dat boodschappen die willen doorkomen. Dus daarom heb ik op record geduwd en ja, we zien wel wat er verder komt en waar het ons toe leidt. Het eerste dat ik toegeleid word om te vragen is van wat is de grootste schaduw, de diepste schaduw die nu in het collectief gaande is. En de eerste kat die er echt uit vliegt is de magier. De magier ligt ondersteboven, net samen met aan de onderkant de duivel. Trapped, een verlies van vrijheid, angst. En dat is wat dat natuurlijk onderliggende gaande is in het collectief. Want we hebben nog niet geleerd, de meesten althans nog niet, hoe dat je vanuit de energieën, en dat is van op een andere manier, vanuit de hogere werelden, hoger bewustzijn, eigenlijk moeten gaan creëren, ons leven moeten gaan vormgeven. En daarom snappen we ook niet meer dat de wet van karma eigenlijk ons echt wil gaan zeggen. Dat maakt dat we onszelf blijven vastzetten in de altijd maar dezelfde cyclussen en dezelfde patronen. En dat we het gevoel hebben dat we altijd maar opnieuw tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Nu dat gezegd zijnde, als je een persoonlijke reading wilt, tot eind deze maand, sorry, eind deze maand, dus eind dit jaar, ja, hetzelfde, kun je nog gebruik maken van 33% korting. Om jouw persoonlijke vragen te stellen. Er zijn ook termijnbetalingen mogelijk. Dus als je echt het gevoel hebt van oké, ik zit inderdaad in die loop. En ik weet niet goed waar dat ik heen moet. Of wat dat de dingen van waar dat vandaan komt. Via reading. Dat is een video. Je kan ook een challenge vragen. Dat is iets goedkoper. Omdat dat voor mij iets minder arbeidsintensief is. Maar dan krijg je de boodschappen door. De antwoorden door die mijn team mij jou brengt. Dat gezegd zijnde, dan hebben we ondertussen al de Ace of Van Bekers, dus de eerste Van Bekers, met de toren. En wat krijgen we nog? De King of Swords, dat is van zwaarden. Dus we zien aan de andere kant ligt de Six of Wands. Dus heeft te maken met individueel succes. Wat gaat er ons individueel succes brengen? De balans in mannelijke en vrouwelijke energieën, maar ook de balans tussen het leren onze emoties op een goede manier te gaan interpreteren. Daarom dat ik ook vaak zeg, angst is niet echt een oer-emotie, om het zo te zeggen, behalve als er een cheetah achter je aan zit. Hè. Maar waarom? Omdat die altijd een stuk getriggerd worden, eigenlijk vanuit onze gedachten, vanuit de overtuigingen, vanuit de visie die we hebben. En dat is hetgeen waar we nu echt dat torenmoment, dat breekmoment in hebben. Omdat al de keren waarop dat we het op een oude manier gedaan hebben, waarop dat we mensen weggeduwd hebben, onze situatie, ons leven, onze omstandigheden proberen te controleren vanuit dat logische, vanuit die mind, dat lukt niet meer. Integendeel. Het brengt alleen maar nog meer problemen, nog meer wrevel, waardoor dat die emoties nog groter worden en nog duidelijker aanwezig zullen zijn. Dus de enige weg is naar binnen, luisteren en echt te luisteren naar wat dat die emoties willen zeggen. En dat is vooral iets zodat we zien dat we moeten en mogen healen in onze vrouwelijke, mannelijke energie. Omdat de vrouwelijke energie daar al iets comfortabeler in voelt in die emoties. En dus dat we eigenlijk daarin ook moeten ons gewoon erover zetten en gewoon zeggen van oké. Het verleden is verleden voor een reden. Ik heb al die ervaringen mogen hebben. Maar het is belangrijk dat ik nu uit de gewoonte en het patroon liever stap. Waarin dat ik gewoon mezelf constant wijs maak. En bezighoud met dingen die eigenlijk totaal mijn interesse niet dragen. Totaal niet tot mijn vuur spreken. En dus dat je leert vanuit die keuze, bewuste keuze dat je maakt, dat je eigenlijk verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Van daaruit kies van welke bewuste gedachten dat je wel gaat gaan toelaten. En dus daarin dan ook stapt naar en de verbinding met je vrouwelijke energie. Van gaan voelen van wat is hetgeen dat mij blij laat voelen? Wat is hetgeen dat mij vervulling brengt? Wat vind ik leuk om te doen? Wat maakt mij of geeft mij het gevoel van geluk?
En dus dat je dan uiteindelijk ook wegloopt van al de dingen die daar niet meer in passen, die niet meer jou blij laten voelen, jou goed laten voelen, jou echt in die high vibe, die hoge energie gaan zitten. En dat is het moment waarop je gaat zien dat je ook succesvol bent. Dat is hetgeen waarin dat je loopt richting je noordnode. Je noordnode, waarom? Omdat je noordnode gaat over de lessen die je nu te leren hebt. De reden waarom dat je nu als de ziel in een mensenlichaam rondloopt. En hoe meer je dat gaat doen, dus hoe meer dat je vanuit de emoties die je ervaart, en dat gaat gaan gebruiken als een barometer, hoe meer je controle gaat gaan krijgen over jou, niet over jouw wereld, niet over je realiteit, ja. Uiteindelijk wel, maar niet meer op de manier waarop je het vroeger gedaan had, vanuit het logische, vanuit het verstand, maar nu echt vanuit die energie. En dan ga je zien dat de magierkaart die nu ondersteboven kwam, dat die er gewoon zou uitgekomen zijn. Omdat je dan als een echte magier energie stuurt, dat je dan alle elementen stuurt. En dat is hetgeen dat ook leer en je uitleg in de cursus manifesteer met alle elementen. Dus ga niet alleen maar over elementen water, vuur en dergelijke. Het gaat over alle elementen in manifestatie, waar dat belangrijk is. Dus hoe meer je dat gaat gaan doen, ja, en ik kreeg hier ook Three of Wands, manifest your dreams. Hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer dat we in lijn en afstemming met onze ziel, en dus vanuit de energie, alle elementen gaan in balans brengen. Dus jouw vuurelement, jouw waterelement, jouw luchtelement, maar ook jouw grond, jouw aardeelement. Hoe meer dat dan jouw etherelement, je ziel, kan gaan doorstromen. En als die ware magneet in jouw zonnevlecht of in je hartchakra, afhankelijk van wat dat is, wil manifesteren, kan gaan zijn werk gaan doen, voor, zoals wat bedoeld is. En weet ook dat het inderdaad betere tenen er zijn. Ze liggen er, ze zijn. Ze liggen klaar om aan jou te verschijnen. Ook al lijkt het een heel risicovol om dat avontuur aan te gaan. Geloof mij, doe het toch. Maar hou in je achterhoofd dat er altijd een balans moet zijn. Er moet een balans zijn in mannelijke en vrouwelijke energie, de geheelde versies. Er moet een balans zijn tussen je gedachten en je emoties. Er moet een balans zijn tussen je innerlijke en je uiterlijke energie. Want het is niet voor niets dat ze zeggen zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. En dat is hoe dat de wetten werken. En weet ook en begrijpt ook dat er uiteindelijk ook maar één echte wet is. Dat is de wet van één. De wet van eenheid. En van daaruit zijn ook al die andere wetten ontstaan. Uiteindelijk is er één hele belangrijke universele vlam. Dat is de diamantenvlam. En vanuit de diamantenvlam heb je verschillende frequenties. Verschillende unieke energieën. Waaronder dat ook jij een unieke energie bent. Dus ook daarin, en daarom krijg je nu ook de justice card, hè, die gerechtigheid. Wees fair voor jezelf. Wees niet streng voor jezelf. En je mag inderdaad dingen plannen, maar het moet altijd in balans zijn dus met hoe dat je voelt. Met hoe dat je energie staat. Bijvoorbeeld gisteren zat ik volledig niet in mijn energie. Moest het echt tijd en ruimte gemaakt worden voor mezelf. Daarom was er ook geen video gisteren. En dat is oké, want het is omdat wanneer dat je leert om mee te gaan in die flow van je emoties, van je eigen energie, en daar altijd maar opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw in oefent, door te doen, dat je gaat merken dat dit de mensen en de dingen, de situaties, de realiteiten die niet meer bij jou passen, die niet meer bij je nieuwe verhoogde geheelde energie zitten, dat die eigenlijk jouw leven gaan verlaten. Om dan uiteindelijk tot een eenheid te komen, een volledige eenheid te komen in jezelf, een eenheid en verbondenheid met je ziel. En dat gaat zich dan ook weer spiegelen in een andere zielsconnectie. Dus inderdaad, daarom krijg je ook de doodkaart, maar omgekeerd met, gewoon de doodkaart, maar met external change. Dus met wanneer je die dingen, de harmonie herstelt in jezelf, ga je zien dat je realiteit zich daaraan gaat gaan aanpassen. En in het begin gaat dat misschien nog niet zo snel als hij wilt. Maar het heeft te maken met in hoeverre ben je mogelijk om zo consistent als mogelijk jouw hogere energie aan te houden. Daar gaat het over. En dus niet constant terug te hervallen in die controle vanuit die verkeerde vervormde mannelijke energie. Zoals dat we allemaal geleerd zijn om het te gaan doen. Maar dus veel meer te gaan zakken. En het is mooi. Dat eigenlijk de laatste kaart dat ik trek ook weer een magier is, maar vanuit een ander deck. En daarin staat ook de pre-manifest. Dus al hetgene wat ik nu verteld heb, heeft te maken met
Het uitzetten van een koers, weten dat die koers succesvol is, wanneer je leert al die stukken dat ik hier nu in die video gezegd heb, wanneer je die leert meesteren, wanneer je leert die dingen die niet uitgeleid zijn en niet de frequentie hebben van onvoorwaardelijke liefde en die eenheid, dat die eigenlijk niet meer bij je passen. En dat je dan meer en meer echt in die meestermanifestator of in die magier gaat gaan stappen. En van daaruit gaan zien dat je leven wel gaan kan controleren. Maar het is niet vanuit de vervormde energie, het is er vanuit vertrouwen. Het is vanuit, ik zet een intentie, ik voel dit verlangen, dat is hetgeen wat mijn ziel wil gaan ervaren. Ik zet die intentie, ik doe wat dat nodig is. Hè? Want soms moeten we een aantal actiestappen nemen in het fysieke, maar dat laat ik los. Dan stap ik weer in mijn vrouwelijke energie om in overgave te stappen. Om gewoon het zich te laten ontvouwen. En dat is waar het magie over gaat. Voilà, ik hoop dat je iets aan gehad hebt. Wil je meer over mij of van mij leren via mijn training en mijn cursussen, dan kan je altijd via de linkjes onderaan kijken waar je het meest uit getrokken wordt. Twijfel je rond wat er voor jou nu in dit moment in jouw proces het belangrijkste is of misschien het meest aangewezen is, dan mag je mij gerust een mailtje sturen. En dan ga ik jou gewoon geheel vrijblijvend aangeven wat dat voor jou als het meest optimale doorkomt. Voilà, dat is voor nu. Ik ga waarschijnlijk dit weekend geen video's posten. Ik ga eventjes tijd vrijmaken voor mijn kinderen. En voor mijn familie. En dan zie ik jullie alvast in de loop van volgende week. Dag!